Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de World of Tilly met Jan. En ik ben Jan, zoals gebruikelijk. En vandaag gaan we wat leuks doen. Vandaag ga ik even een kleine voorbereiding maken voor ons avontuur in de End. Ja, 8 bitjes is goed. En het is namelijk de bedoeling dat wij binnenkort, heel binnenkort, de draak gaan verslaan. En die draak, die geeft het natuurlijk niet zo heel erg makkelijk op. We weten uit ervaring dat het nog wel even kan duren voordat het draakje ook eindelijk dood is. Dus het is handig dat we op de plek van, waar was het ook weer? Nou, dat we op de plek van, ga eens weg, ja. Niet doen. Ik wil die retour afzender ook nog een keer halen. Wow, wat een brand hier. Haal eens op, man. Ik denk, er zijn er nou 2. Ophouden nu. Is die andere dan? Ik wilde alleen maar hierheen. Goed, waar was ik gebleven? Oh ja. We zullen vast om de havenklap doodgaan. Dus dan is het handig om bij de poort naar de, of de, ja, hoe heet dat ding eigenlijk? Naar de end, om daar een paar bedjes te hebben staan en zo. Dus ik ga even een beetje voorbereiden. Ik maak daar een mooie ruimte. Even kijken hoor. Deze kant op. Ik heb daar eens even over nagedacht. En ik heb zo het idee dat we daar wat leuks van kunnen maken. Dus een soort wachtkamertje. Misschien moeten we dat hier doen. Ik moet nog even een goede plek voor bedenken. Of dat we dat aan deze kant doen. Ik denk dat ik het hier ga doen. Zo, hier nog even een hekje voor. In de trant van... Daar moeten we nog heen. Als eerste eens even blokken. Nu zetten we even wat zachter, hoor. Een bak herrie, joh. Hey. Dat was een... Oh. Ik dacht dat ze alleen maar in gewoon steen zaten, die rotbeesten. Ik wil zeggen, want deze hakt er toch wel heel makkelijk door. Jemig. Dus ze zitten nu ook in die gebroken, of wat was het eigenlijk voor steen? Potverdikke. Dat is niet mooi. Als een heet mes door de zachte boter. Kijk, dat is er weer een. Nou, die kunnen blijven staan. Ik wil hem toch weg hebben. Dan maar zo. Zo. Ik weet niet of jullie door hebben, maar het lijkt hier enorm. Hey! Oh, oeh, hè? Oh, dat is dan weer een mooi mazzel. Ik wist niet dat. Oké. Kistje kunnen we sowieso al gebruiken.
IJzer. Eens even kijken hoor, hoe ik dat hier ga doen. Ik wil hier eigenlijk een kamertje maken, een soort wachtkamer, zeg maar. Eens even kijken waar dit dan heen gaat. Zo, goeiedag, daar ben ik weer. En ik heb het spel even een beetje versneld vooruit gespoeld. Heel simpel, omdat ik eigenlijk heel erg stil was. Nou, ik heb intussen even wat dingetjes erbij gepakt. En ik zal zo even laten zien wat. Arjan is intussen ook online gekomen. Even kijken hoor, waar moet ik heen? Deze kan dat. Oh ja. Dat schaapprobleem, heb ik dat nou verteld of niet? Dat is echt een verschrikkelijk probleem. Ik was mijn dingen aan het opnemen en het ging niet helemaal volgens plan. Goed.
Oh ja, ik heb een aantal boogjes even gepakt. Die bogen die... Ja, er zitten een paar bij trouwens, die zijn niet zo heel erg lekker meer. Maar goed, die hebben allemaal kracht. Die zijn natuurlijk wel erg handig als je in het begin met die widder aan de slag moet. Of met die widder, hoe mij nou? Met de, hoe heet dat ding? Dit wil ik anders gaan doen. Misschien wel dat ik ze allemaal weghaal. Zit hier de kist er neer? Zo. Even kijken hoor, dan doen we hier alle pijlen in. Oh. Hier gaan de boogjes in. En die bedden, dat wilde ik eigenlijk even, het ligt allemaal zo lekker tegen elkaar aan. Ik denk, dan ga ik even iets anders doen. Hier een bed. Valt nog niet mee. Zo. Heb ik er nou nog meer of niet? Ja, nog twee. Hier eentje. Wat doe ik die laatste nou? Zo. Ja, dan moet die tegen de muur. Zo. Kom eens hier. Zo. Zo. Nou, voor de privacy. Kijk. Je kunt het functioneel maken. Je plumpt een paar bedden neer en een paar kistjes met materiaal. Maar je kunt het ook leuk maken. Kun je hierop liggen zo? Nou, ik denk het wel. Hè? Wat gebeurt er als je hier wakker wordt? Ja, dat kan. Geen probleem. Zo. Kijk. Mooie slaapkamertjes. Ik vind het wel leuk hoor. Even kijken, wat gaan we nog meer doen? Ik moet zwaarden hebben, denk ik. Wat moeten we nog meer? Een bosje pijlen voor mezelf houden. Ik denk dat we hier een werkbankje en wat moeten we nog meer? Een keer ijzer. Een oventje. Zet het daar neer. Nou, dan gaan we nog even kijken hoor. Hier heb ik ook nog wat. Of ik. Ja. Deze. Oh, welke is dit? Geluk 3. Oh, die moet ik een beetje sparen. Geluk 2. Oh, vandaar dat het zo mooi vlot ging, hè? Weet je, die spullen kunnen hier wel weg. En die zet ik dan gewoon daar verderop neer. Ik vind dit ook niet zo heel erg mooi staan. Dan moeten we even op een of andere manier de boel een beetje verfraaien. Nou, dan ga ik zo nog even heen. Kooltjes hebben we dat? Nee. Dat was straks wel. Nee, die heb ik straks nodig. Ik heb ook geen idee wat van wie nou is, dus ik gooi het allemaal maar lekker in het kistje. En dit gaat hierin. Nou, kom ik zo even terug voor de rest van de spullen. Zo.
Zo, en daar zijn we weer. Even kijken. Ik weet niet hoeveel krijgen we hiermee achter. Ja. Oh jongen, ben je goed aan het tellen. Die gaan er zwaar in, niet te boven. Zo. Boogjes. Nou, wat ik nog meer ga doen, ik ga hier nog meer bogen in doen. Het zijn al mooie boogjes. Ik zet hier nog even het aanbeeld neer. Hoppakee. Kolen gaan hierin. Oh, die had ik net weg moeten stoppen. Het is niet nodig. Nou, ik heb het, dacht ik, allemaal wel klaar. Hier ga ik het ook nog even vrij maken, maar dat doe ik straks wel. Zo, eerst even eten. Oh, daar had ik die bouwstenen zeker in zitten allemaal. Natuurlijk. Ik kan het natuurlijk hier wel laten staan. Het plafond een beetje verlagen. Ik weet niet of het nut heeft, maar... Zo. Nou, ik ben niet zo heel erg spraakzaam deze aflevering. Dit is... wat ik erbij in gedacht had. Ik leg hier nog even wat glowstone onder, denk ik, en dan wat tapijtjes erop. Nou, dit is denk ik zo, ja, wel een mooi plekje om ons voor te bereiden op het hele gebeuren. Ik ga dat spul daar allemaal nog even aankleden. Dat ga ik wel even offline doen, want ik merk dus dat ik vandaag ook lekker weer bij de les ben. Nou, daar ben ik weer. Ik ben even druk geweest, offline. Even een paar dingen gedaan. En ik zal jullie laten zien wat het resultaat is. Ik ben ook enorm bezig geweest in die stronghold. Heel veel gedaan daar. En dit is het resultaat. Ik heb wat bedjes neergezet. De eerste stonden zo mooi op een rij, maar dat vond ik niet zo heel erg leuk. Dus ik heb dat zo neergezet. Mooie afscheiding tussen elk bedje. Plantjes, boekenkastje erbij. Ik heb de boel vrij veilig hier, zo dacht ik. Dit is de ingang hier ergens, kwamen we naar beneden. Ik weet niet precies waar dat was. Volgens mij was dat hier ergens in zo'n aflevering, dat we hier ergens naar beneden kwamen. Volgens mij hier. Ja, want er ligt hier van dit spul. Maar ja, hoe het ook zij. Er ligt wel een boel spul hier om nog even te mijnen. Hoe het ook zij, we komen hier de strommel binnen. Mooi ravijn hier.
Die wil ik ook nog even een keer helemaal doorlopen. En dan komen we hier binnen. Want ja, je gaat een paar keer dood als je die draak gaat verslaan. Dat is een ding dat zeker is. Zo zijn wij dan ook nog wel. We zijn geen professionele drakendoders. We zijn wat dat betreft nog wel een stel amateurs, denk ik. Of denk ik, dat weet ik aan zo zeker. Nou, dan gaan we dus van tevoren slapen hier. En word je dan de wereld uitgemapt door die draak. Nou, dan kom je hier weer terecht. En dan kun je hier zo erin plempen. Alleen ik heb het nu nog even dicht zitten, omdat ik... Ja, ik vind, daar moeten we wel even voorzichtig mee zijn, want er zit een hoop lava onder. Ik heb de boel mooi afgeschermd. Dus je kan er niet per ongeluk in. Dus het grote moment is binnenkort daar, dat we hier de laatste drie enderogen erin leggen. En dan moet het gebeuren. Ik heb er verschrikkelijk veel zin aan, dat wel. Het kan zijn dat het gelivestreamd wordt. Ik ga het in elk geval opnemen, dat is een ding dat zeker is. Maar ik wil wel spektakel. Misschien dat ik hier nog een lamp in het plafond ga doen. Eens even kijken. Wat zit hier eigenlijk boven? Niks. Oh, dat komt wel mooi uit. Oh, dan ga ik nog wel even een lampje maken. Kan ik eigenlijk gelijk wel even doen, ik ben er zo weer. Zo, daar zijn we weer. Even een hapje eten. Ah, hier. En ik heb een redstone-fakkel gehaald en een redstone-lamp. De fakkel erin, de lamp erin. Hoppa. Ja, dat maakt hem af. Vind ik. Nou, daar zijn we weer. We zijn een dag verder. Real life dag. Oh. En ik heb het een en ander aangepast. Ik zal het zo laten zien. Oh, ik heb jou ook nog nodig, jongen. Kom eens hier. Nee, doen we zo. Ik heb een aantal dingen aangepast. Dat is om het spul nog fraaier te maken. En ik kwam erachter dat als ik uit zo'n bed stapte, dan kwam ik in het glas terecht. Hou jij even stil alsjeblieft. Ik ben aan het praten tegen mijn publiek. Ja? Hup. Zo. Een stuk rustiger. Nou, bij het opstaan kwam je naast het bed terecht. En dan stond je direct zeg maar in de glazen scheiding. En ja, er was geen gezicht. Dus ik heb daar... Even iets meer ruimte tussen gedaan. Ik heb dus ook de ruimte groter gemaakt. Dus vandaar dat ik nog een lamp ophang. Nou, al met al ben ik hartstikke blij met het resultaat. Ik vind het helemaal fantastisch. En nogmaals, dit is puur en alleen om het spul een beetje op te vrolijken, een beetje te verfraaien. Dit heeft dus totaal geen functie. Ja, de enige functie die het heeft is dat die bedden hier staan. Dus op het moment dat die draak je de wereld uit met, dan word je hier wakker. Dan hoef je niet dat hele rotend te lopen. En wat ik ook gedaan heb, ik ben even in mijn, hoe heet dat ding? Skeletgrinder geweest en ik heb daar al die pakjes eens even bekeken. En ik had nog zoveel leren pakjes met betovering. Ik denk, ik ga de boel hier even bevoorraden. Dus iedereen die hier komt, heeft zijn eigen pakje, eten, pompoenetje om op het hoofd te zetten als je wil, boogpijlen. Nou, hebben we hier natuurlijk nog veel meer pijlen en bogen. Dus, we kunnen er even vooruit. Zwaarden heb ik hier ook nog, van ijzer. Daar heb ik hier stenen in gedaan. Ja, nou ja, goed. Is ook maar net voor iedereen die het wil. Misschien dat ik al die fakkels nog ga vervangen door lampen hierachter. Oh, dat kan ik nog wel doen. Dan heb ik nog meloenen, pompoenen. Nee. 3 is te weinig, denk ik. 1. Als deze is weghaal.
Nee, 3 is te weinig. Oh, dan ga ik nog wel even aanpassen. Weet je wat? Ga ik nu gelijk doen. Ik ben er zo weer. En dan ben ik weer. En als het goed is, heb je alleen maar een bosje pompoenen erbij zien komen. Als het niet goed is, dan heb ik het net niet goed gemonteerd. Maar goed, details. Even kijken. Oh ja. Deze gaan we maken. Ik weet niet hoeveel ik er moet hebben. Er is maar eens 15 maken. Niet overdrijven. Jullie eruit. En nou, ik krijg hier van die gaten achter. Nou, doen we dat zo. Oh. Even kijken hoor. Zo doen we dat. Schilderijtje ervoor. Oh, dat is een mooie. Dat is een van mijn favorieten. Mooi. Het hoeft ook niet allemaal hetzelfde te zijn, hè? Ja. Zo maak je hem toch ergens net weer even wat fraaier. Zo zonder die fakkels. Hoewel het met fakkels je misschien ook wel niet zo misstaan, maar toch. Kom schilderijtje, kom maar. Ja. Moeilijk joh, om het glas heen lopen. Zo. Dat is ook wel een beetje het nadeel van opnemen. Tenminste, dat ervaar ik nu wel, dat ik sommige dingen opnieuw moet doen. Er is op zich niks mis mee. Dan bedenk je weer eens wat nieuws. Dat heeft op zich, ja, soms pakt dat gewoon leuk uit. Zoals deze ruimte ook. Die was oorspronkelijk eigenlijk helemaal niet zo mooi. Als dat ik het wilde. Oh, daar. Lastig hoor, schilderijen zoeken. Die hebben we al. Ik wil eentje van 2 hoog. Nee. Kom. Nog een keer. Nou, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik weet ook niet wat dat akelige monster hier moet de hele tijd. Echt, ik word er een beetje moe van. En ik durf hem niet te slaan. Kijk, hier ben ik alleen met hem. Maar ik weet dus niet wat er gebeurt als ik deze nu ga mappen. Wat er dan gebeurt met degene die in de nether rondlopen. Ach, kijk, zo eentje wilde ik daar. Dat is toch niet zo moeilijk. En hier wil ik eigenlijk een langwerpige. Of zoiets. Blijf gewoon proberen. Totdat ik Pinocchio weer krijg. Daarmee. Ik heb zo het gevoel dat het niet lukken gaat hoor. Ik weet niet waarom. Zijn er eigenlijk nog trucjes voor? Ja, het is wel dierbaar. Ik weet niet, zijn er trucjes voor om zo'n schilderij zo groot te krijgen? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik weet niet of iemand weet hoe dat kan. Kijk, om te voorkomen dat hij de breedte ingaat, kan ik er natuurlijk wel een blok tegenaan zetten. Dan weet ik zeker dat hij niet opzij gaat. Dan kan hij dus alleen nog maar omhoog. Dat bedoel ik. Nou. Ik denk dat de vraag ook beantwoord is. Of daar een trucje voor bestaat. Ik denk het wel. En dan dit trucje. Nou, ik kan wel aan de gang blijven. Doe ik niet. Ik stop er nu echt mee. Het is nou een keer klaar. Voor vandaag in elk geval hou ik ermee op. Ik ga de boel monteren en ik ga hem online zetten.
En mocht het zo zijn dat ik voor de kerstdagen geen nieuwe film meer online zet, dan wens ik jullie hele fijne kerstdagen. Bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, mag je best wel een duimpje omhoog doen. Laat commentaar achter als je dat wil. Dat vind ik ook prima. En tips zijn altijd welkom. En ben je nog niet geabonneerd, dan mag je dat ook doen. Dat is dat, volgens mij staat er zo'n knop onder. Dat is zo'n rode knop met zo'n pijltje erop en er staat op abonneren. Als dat daar staat, dan moet je daar even op drukken. En als er staat geabonneerd, dan ben jij een van de 700, bijna 750. Wat eigenlijk ook wel een prachtige mijlpaal is. Ik ben er zo apetrots op. Ik ga voor de 1000. Dit jaar gaat me niet meer lukken, ben ik bang. Maar dat lijkt me een leuk doel voor volgend jaar. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hoe meer filmpjes er online komen. Dus mensen, bedankt en tot ziens. Mazzel. Ja, mazzel. Dag. Ik ga je niet slaan. Echt niet. Doei.